allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben vandaag met Rocky, Quinty en Soraya bij Sportclub Teugen. En Rocky, zou je misschien kunnen vertellen wat we hier gaan doen vandaag? Ja, volgens mij een beetje voetballen. Nee, we zijn uitgenodigd om hier naartoe te komen. En jullie met z'n drietjes gaan echt clinics geven aan alle spelers. En ik ga een presentatie geven aan de ouders, hoe ze hun kinderen kunnen motiveren. Het is misschien wel leuk om te vertellen, Quinty is een oud teamgenootje van mij van CTO en speelt nu bij Heerenveen. Yep. En heeft afgelopen maand hele mooie ervaring meegemaakt. Waar ben je geweest? Frankrijk, het WK. Ja, dus het WK onder de 20 mogen spelen. En Soraya speelt nu ook bij Ajax in het eerste. Dus die kom ik soms ook nog eens tegen. Helaas, nee hoor. Hartstikke leuk. Nee. Maar we gaan er een leuke dag van maken. Heb jij er ook een beetje zin in? Ja, ik heb er ook zin in. Ik sta hier met groep 1. Die ga ik een training geven. Hebben jullie een beetje zin in? Ja! En we gaan nu eerst beginnen met de warming-up. En dan zien we jullie zo meteen weer. We zijn nu 2 tegen 2 aan het doen. We hebben net training gehad, dus we hebben trucjes geleerd. Oh, jammer Joren! En we hebben net trucjes geleerd en nu gaan ze 2 tegen 2 doen. Nu kunnen ze het daarin toepassen. Dat is heel leuk om te zien. Ze zijn allemaal 8 jaar, geloof ik. Dus, kunnen ze het een beetje? Zeg je? Kunnen ze het een beetje? Ja, ze kunnen het wel hoor. Er zitten wel een paar talentjes bij, moet ik zeggen. Maar het is gewoon leuk om te zien, de jochies. Ze rennen overal heen. Oké, uitbal! Oké, jongens. Even benieuwd. Kirsten een beetje een leuke trainster? Ja! Ja, waarom dan? Omdat ze heel erg leuk is en sportief ook. Oh ja. En ze doet hele leuke dingen. Oh, wat goed! En ook is ze... We moeten wel echt even een doelpunt maken, want zij staan nu 2-0 voor, hè? Oké, zijn jullie al een tactiek besproken? Nee, nog niet, maar... Oké, jullie gaan gewoon die acties maken die je net geleerd hebt, hè? Goed zo. Oké, kom op, hè? Oké, wie zijn bij jullie nog niet geweest? Jullie, hè? Hetzelfde shirtje. Oké, jullie gaan tegen hun spelen. Oké, 3, 2, 1. Hey, jullie worden gehaald. Denk jullie dat jullie kunnen winnen van ons? Ja, we gaan winnen hoor. Ja, echt niet. We gaan het zien. Oké, 3, 2, 1, go! Van het veld, jongens. We hebben de eerste groep gehad, het waren jochies en meiden van 8 jaar, van 5 tot 6. Nu gaan we van 6 tot 7 de groep van ongeveer 10 jaar doen. Ja, dat is wel leuk, wel heel leuk om al die kleine kindjes te zien. Super enthousiast. Ja. Heel leuk. Had jij een leuke groep? Ja, ik heb een leuke groep. Heel erg enthousiast. Ja, veel plezier. Ja. Heel leuk. Maar we gaan nu naar de volgende groep. Ja, leuk. Doei doei! Goed zo! Nu met de tweede groep. En wat gaan we nu doen? Nee. 2 tegen 2. En gaan jullie dan al die trucjes toepassen? Nee. Maar kijk, wij spelen zo meteen tegen de groep van Soraya van Quinty. Gaan we winnen van hun? Ja. Oké, goed zo. Ja, Ajax. Ja. Zullen we nu die kant op gaan? Nee. That's funny. I guess you heard not some. Your business, go find a girl who wants to listen. So if you think I was born yesterday, you have got me. So I cut you off. I don't need your love. We go. I already cried enough. I've been moving on. Sure. Goodbye.
Leuk, Rocky. Ja, nee, ik vind het echt super tof. Ja, het is echt leuk. Het allerleukste is als we zeg maar op het laatste doen. Ja, ja, klopt. Ja, op het laatste dan gaan we 4 tegen 4 doen. Dat is echt geweldig. Maar dat heb ik hier ook in staan. Dus ja, we hebben nu 2 groepen gehad. Nu de laatste groep. Ongeveer 12, 13 jaar. Dus ja, het is heel leuk. Denken jullie dat jullie gaan winnen? Ja! Oké, okay, kom op. Jullie krijgen de bal uit. Oké, okay, kom op bij mij. Rocky, kom op hè. Oké, ja. Kom op hè, Sor. Zijn er klaar voor? Ja, dat was het één. Kingston, hallo. Wat was dat? Even voor een beetje frustratie. Dat was frustratie met die andere actie die gebeurde. Helaas is bij de laatste training ook dat alle spullen opgeruimd moeten worden. Dus zorg dat alle ballen Ja, ja, toch? Ja, nu gaan alle jongens gaan alle spullen opruimen. En ja, daarna zit het erop. Dus, ja. Maar we zullen het nog even afsluiten. Okay. Hey, met wie sta ik hier? Jens. Daan. Leroy. En voor welke club zijn jullie? Feyenoord. Ja. Ja, grapje, weet je. Iedereen is zijn eigen clubje. Maar hebben jullie een leuke training gehad? Ja. Ja, wat hebben jullie allemaal geleerd? Yes. Trucjes? Wat voor trucjes? De schaar, zo stil leggen. Hoe leg je het stil? Zo stil leggen en dan weer om. Oh ja, leuk. Ja. Dus je hebt veel geleerd. Vandaag. Zeker. Oké, okay, en wat vond je het leukste van deze dag? 4 tegen 4. 4 tegen 4? Ja. Wat was daar dan zo leuk aan? Ja, gewoon voor tijd het echt op. En had je ook gehoord? Nee, dat niet. Net niet. Wat was het dit voor vandaag? Geef je allemaal even een high five. Ja. En misschien zie ik jullie nog wel een andere keer. Ja. Doei. Nou, dit was alweer de laatste groep. Vond je het een leuke clinic? Ja! Mooi zo, ja. Het was echt een superleuke middag. We hebben drie verschillende groepen training gegeven. En als je het een leuke video vond, doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei!